In de video van gisteren keken we naar mijn beleggingen van 2020: waar we het jaar begonnen met ongeveer 46.000 euro. Lijkt het erop dat we het jaar gaan afsluiten met ongeveer 185.000 euro, maar dat is dus eigenlijk alleen mijn belegde vermogen. Terwijl we in deze video juist gaan kijken naar het totale vermogen, oftewel: wat zijn mijn bezittingen, wat zijn mijn schulden, zoals bijvoorbeeld een hypotheek. Om uiteindelijk uit te komen, op wat is dan precies mijn eigen vermogen. En zoals je misschien in de thumbnail hebt gezien, is mijn eigen vermogen het afgelopen jaar verdubbeld. Dat is niet iets om op te scheppen. Dit is namelijk iets wat ik ieder jaar doe, als een soort van naslagwerk. Zo kan ik ieder jaar kijken van waar kom ik vandaan. Wat heb ik de afgelopen jaar gedaan en hoe kom ik uiteindelijk dus ook op het punt waar ik nu ben? Het is niet zomaar in één keer zo gekomen, maar dat gaat al jaren overheen en telkens kleine stapjes, klein begonnen. Maar dat heeft wel een effect op de langere termijn. Dus ik wil vooral ook jullie inspireren en informeren over hoe ja, mijn ervaringen, mijn situatie is, om te laten zien wat er mogelijk is. Ook ik ben in principe klein begonnen, een jaar of vijf, zes geleden, om nu op een punt aan te komen dat het niet meer zo klein is. Maar ja, wel leuk om te zien. Dat het, ja, hoe het is zo is ontstaan eigenlijk. En dat is dus het idee van deze video. Dus laten we beginnen met deze video en gaan kijken naar de groei van mijn eigen vermogen het afgelopen jaar. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Aan het einde van het jaar maak ik altijd enkele video's om een beetje terug te blikken naar het afgelopen jaar. Zoals gezegd gisteren dus op mijn belegde vermogen, terwijl we nu in deze video eigenlijk gaan kijken naar de rest van mijn vermogen. Maar voordat we daarna gaan kijken wil ik eerst even een ander onderwerp behandelen en dat is inkomen versus vermogen. Want veel mensen, zo niet misschien wel de meeste mensen, richten zich op het inkomen. Ze vinden het heel erg belangrijk hoeveel geld er iedere maand of ieder jaar binnenkomt. Want een hoog inkomen is ook rijk worden. Toch zou je zeggen. Nou, dat klopt dat op zekere hoogte, maar zeker niet helemaal. Want het is ook zeer belangrijk, niet alleen welk bedrag er binnenkomt. Natuurlijk is het belangrijk dat er liefst zoveel mogelijk geld binnenkomt. Maar wat veel belangrijker is, en zeker na een bepaald punt, is wat je vooral gaat doen met dat inkomen dat je hebt. En zoals gezegd, ik maak dit soort video's eigenlijk al een paar jaar. En als je die video's telkens bekijkt, dan zie je dat de laatste jaren mijn vermogen ongeveer evenveel toename als het inkomen dat ik had. Ooit nam het zelfs nog meer toe dan het inkomen. Dat zou betekenen dat ik eigenlijk mijn hele inkomen zou sparen nou, dat is zeker niet het geval dat is ook niet te doen uh, maar je ziet dus maar waar je focus ligt en wat uiteindelijk belangrijk is en dat gaan we straks ook trouwens zien in het overzicht dan zien we alle jaren naast elkaar staan en dan zie je ook de vermogensgroei en dan wordt denk ik ook wel duidelijk dat eigenlijk niet alleen het inkomen belangrijk is maar vooral wat je met dat inkomen doet en uiteindelijk, dus ook waar je focus op ligt. En ik zou zeggen: leg de focus op het vermogen. Want voor de meeste mensen is het belangrijk om te investeren op de lange termijn. Dat zorgt ervoor dat je er weinig tijd mee kwijt bent. Dat je vaak ook weinig kosten maakt. En dat het succes dat je uiteindelijk dat doel op de lange termijn gaat halen ook gewoon een stuk groter is. En je zou dan kunnen zeggen dat het inkomen eigenlijk een focus is op de korte termijn. Wat je dit jaar gaat verdienen, misschien volgend jaar gaat verdienen. Maar wat echt belangrijk is, is die lange termijn. En je zou daarmee kunnen vergelijken dat juist de. Het deel is voor de lange termijn. En als je je focus dan op het vermogen legt, dan zul je zien dat niet het inkomen het belangrijke deel is, maar juist de uitgaven het belangrijke deel is. Wat doe je met het inkomen dat je hebt? Ga je daar slim mee om? Ga je werken aan je vermogen voor de lange termijn? Dan kun je ook heel veel dingen. Heel veel mooie dingen bereiken. Je kunt bijvoorbeeld investeren. Het kan zijn in een hypotheek. Ook op die manier bouw je vermogen op. Als je nog wat ander geld hebt, kun je dat beleggen. Of misschien een passief inkomen op gaan bouwen. Allemaal dingen juist voor de lange termijn. Maar dat gezegd hebbende, laten we gaan kijken naar mijn beslissingen. En uiteindelijk, dus ook mijn vermogen in het afgelopen jaar. En hier zien we dan een overzicht van mijn vermogen de afgelopen jaren. Uh, te beginnen met 2016, toen was het onderaan zie je het bijna 59.000 euro. In 2017, het begin van 2017, is dat telkens uh, het, een groei van 20% naar 71.000 euro. Beginnen 2018 met een groei van 35%. Toen was het dus 95.000 euro. In 2019 40% erbij naar 133.000 euro. En zoals je hier ziet, begonnen we 2020 met een groei. De groei in 2019 dus van 36%, maar we begonnen 2020 dus met 181.000 euro. En zo meteen kijken we dus naar hoe we eigenlijk 2020 afsluiten en uiteindelijk dus ook 2021 zullen gaan beginnen. Nou, dat doen we natuurlijk bovenaan gaan we dan beginnen. En dan zien we natuurlijk de bezittingen staan. We gaan eerst kijken naar ja, wat zijn mijn bezittingen. Nou, we zien dat het totaalbedrag van de bezittingen is toegenomen met 71% naar 574.000 euro. Heel groot gedeelte daarvan komt natuurlijk vanuit mijn huis. Dat is 25% extra geworden. Dat heeft natuurlijk te maken met een verhuizing die ik dit jaar heb gehad. Uh, aan het begin van het jaar woonde ik nog in een appartement. Dat heb ik um, ja, een paar maanden geleden zeg maar, verkocht. En daar ging, ja, werd verkocht voor 175.000 euro. Terwijl als je. ...in het begin van het rijtje ziet... ...ik heb het ooit gekocht voor 175.000 euro... ...oftewel een overwaarde van 100.000 euro... Nou, ...die heb ik meegenomen naar het nieuwe huis... ...het oude huis was ook alleen maar van mij... ...terwijl we nu juist een huis hebben gekocht... ...met mijn vriendin samen... ...dus um, ja, ik heb drie ton daarvan zeg maar, als bezit... Um, ...ik heb iets meer ingelegd... Om ...juist de overwaarde van mijn appartement heb ik ingelegd... ...zodat de hypotheek voor dit huis lager werd... Uh, en daardoor is ook de waarde die ik in principe heb in het huis is toegenomen in dit geval. Uh, de auto, ja, kleine afschrijving. Ik doe gewoon ieder kwartaal geloof ik dat ik er 500 euro afhaal. Ik weet niet precies wat die waard is. Ik denk dat die meer waard is dan dit. Maar ja, uh, mocht ik hem snel moeten verkopen, denk ik er dit bedrag nog voor te krijgen. Inrichting heb ik heel lang gehouden op 5000 euro. Maar nu dacht ik, laat ik toch maar iets van iets minderen. Um, ja, het zal heus wel iets minder waard worden. 4500 euro maakt allemaal niet zo heel veel uit. En tenslotte zie je dan nog het eigen vermogen van mijn onderneming. Die groeit door de laatste jaren wel telkens uh, wat meer. En ik schat hem in dat ik dit jaar eindig met ongeveer 50.000 euro. Um, ik heb veel geïnvesteerd dit jaar in het eigen bedrijf. Veel nieuwe dingen aangekocht voor mijn studio, ook in dit nieuwe huis. Uh, dus ja, echt investeringen gedaan voor het kanaal. Beter apparatuur, uh, podcast-apparatuur, ja, noem het allemaal maar op. Video, audio. Allemaal een beetje voor ook de komende jaren dat ik dit soort content kan blijven maken. Ja, daardoor is natuurlijk de waarde, het eigen vermogen in de onderneming toegenomen. En er staat nog uh, ja, wat extra geld op de rekening daar, zodat ik ook in de toekomst nog investeringen kan doen. Nou, dat zorgt er gewoon voor dat het bovenste gedeelte al ja, een stuk toeneemt met, zoals we kunnen zien, 27%. In het volgende stukje zien we dan eigenlijk bankrekeningen, spaarrekeningen. Nou, bankrekening iets meer dan 4.000 euro, spaarrekening 25.500 euro... Daar is echt een ja, flinke stap gemaakt. Ook dat heeft weer te maken juist met die verhuizing. Um, het overwaarde van het huis is natuurlijk in een nieuwe huis gegaan. Um, maar heb hebben natuurlijk ook op het oude huis al een paar jaar afbetaald. Nou, dat was ongeveer 25.000 euro geloof ik. Dus ja, dat hield ik ook nog extra over. Um, en daar heb ik een gedeelte gewoon gebruikt om ja, in mijn op mijn spaarrekening te zetten. Juist om een buffer uit te breiden. Zodat ik eigenlijk een beetje, laten we zeggen, een jaarsalaris. Uh, als buffer heb, uh, als financieel spaarpotje, uh, dat zeker nu ik parttime ga werken of ben gaan werken, leek me dat wel slim om die in ieder geval uit te breiden. Nou daaronder zien we dan het stuk met de beleggingen en die heb ik dus gisteren al uitgebreid besproken. Um, ja in die video van gisteren, dus ga vooral die kijken. Het komt er eigenlijk op neer. We begonnen het jaar met ongeveer 43.000 euro en we zijn het jaar gaan we waarschijnlijk eindigen met zo'n 163.000 euro. Dus een behoorlijke groei, laten we het zo even zeggen. Onderaan zien we dan nog een klein stukje met vooral cryptocurrency, goud en zilver heb ik niet meer fysiek in bezit. Um, dat was een paar jaar geleden wel. Nu wel cryptocurrencies. We begonnen het jaar met zo'n 2740 euro. En ik heb wel wat bijgekocht aan het begin van het jaar. Um, ik denk het laatste half jaar ongeveer niet echt meer, of niet veel meer. Nou, zeker door de laatste koerstijgingen de, de laatste paar weken. Is het echt hard gegroeid naar nu iets meer dan 21.000 euro. Dus ook dat is wel interessant. Um, en het is niet heel spannend hoor. Ik heb voornamelijk zit ik in, in bitcoin. Dus volgens mij een paar duizend euro in Ethereum en een paar honderd euro in wat kleine altcoins. Um, ja, ooit klein begonnen. Echt als een soort ja, iets voor de toekomst. Mocht het ooit iets worden. Groot risico, hoog rendement hoopte ik. Nou, Rendement is al uh, gebleken. En wie weet wat uh, 2021 gaat brengen. Maar dat waren dus mijn bezittingen. Die namen toe met 71%. Procent. Maar kijken volgens naar de schulden. Ja, ook die zijn toegenomen met 32%. Procent. Wel iets minder en ook minder groot bedrag. Want we zien dat ik een schuld heb van zeg maar 205.000 euro. Nou, bijna het hele bedrag zit in de hypotheek. Uh, die is natuurlijk toegenomen. Ik heb een groter huis gekocht, een duurder huis. En ook wel heb ik dan zeg maar de helft van het huis in mijn bezit iets meer. Ja, het hypotheekbedrag is gewoon groter, dus daar is het toegenomen. Daar staat wel tegenover dat ik geen starterslening meer heb. Dus die is minder geworden, die is naar nul gegaan. En ook heb ik gewoon de laatste tijd iedere maand 100 euro afgelost op mijn studieschuld. Dat betekent dat ik over ongeveer vijf maanden dus ook daarvan verlost ben. Het grote huis heeft dus voor gezorgd dat ik meer bezittingen heb, maar ook tegelijkertijd meer schulden. Maar gelukkig zijn wel mijn bezittingen. Groter dan mijn schulden, dus dat is altijd positief. Want als we gaan kijken naar het eigen vermogen, dan gaan we dus de bezittingen verminderen met de schulden die ik heb. En dan kom ik uit op een bedrag van net geen 370.000 euro. En dat, zoals je kunt zien, is een verdubbeling van het eigen vermogen dat ik vorig jaar had. En ja, dus ik snap het nog steeds niet. Tenminste, ik snap wel hoe het is ontstaan. Maar het blijft gewoon telkens heel erg leuk en apart en van alles tegelijk. Als ik dit soort dingen zie dat. Ja, wat ik zeg, wat ik in het begin zei. Je kunt je wel richten op inkomen. Maar als je gaat kijken naar het vermogen. en dat ik dus mijn vermogen heb weten te verdubbelen het afgelopen jaar. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te zien. En dat heeft er natuurlijk mee te maken voor een groot gedeelte. de overwaarde. Uh, de eigen vermogen wat ik heb zit voor een groot gedeelte. in het huis. Ongeveer 100.000 euro overwaarde laten we zeggen. En natuurlijk, mijn beleggingen zijn echt enorm hard toegenomen dit jaar. En uh, dat zorgt er wel voor. Ja, dat we op dit bedrag uitkomen. Als we nou la de laatste paar jaar gaan kijken... dan zie je telkens 2017 zeg maar 20 procent... en daarna rond 35, 40, 36... dus laten we even zeggen tussen de 30 en 40 procent toename. Dus dat had ik ook wel een beetje uh, als doel... als ja, ding in gedachten. Um, ook al weet je wel dat het natuurlijk steeds moeilijker wordt... want het bedrag waarover je dan 30 procent zou willen groeien... Ja, wordt ook steeds groter. Dus het, ja, het is heel erg raar omdat dat groeipercentage vol te houden. Uh, des te aparter is het dan om in één keer te verdubbelen in een jaar. Dus uh, ja, laten we hopen dat we in ieder geval gewoon voor volgend jaar... een, een 30% of een 40% groei kunnen vol, volhouden. Of überhaupt al zouden kunnen halen. Dat lijkt me al een ja, enorm, enorm ja, mooie prestatie. Zou ook betekenen dat ik dan eind volgend jaar eindig... met zo ongeveer 500.000 euro vermogen. Nou, als we dat nog een keer een paar jaar volhouden, die groei... Dan ben ik miljonair. Dus als je het zo gaat kijken. Vijf jaar geleden had ik een eigen vermogen van 60.000 euro. Als ik deze groei weet vol te houden van nog een paar jaar ben ik miljonair. Dus ja laat maar weer zien. Tenminste, dat hoop ik dat ik het überhaupt ga bereiken. Maar wat ik nu al heb bereikt, vind ik ook hartstikke mooi om te zien. En ja, daarom deel ik het ook juist met jullie. Kijk waar ik vandaan kom. Kijk welke dingen ik de afgelopen jaren heb gedaan. Het is allemaal op YouTube te vinden, op dit kanaal. Juist om te laten zien van ja, waar ben ik begonnen, welke beslissingen heb ik genomen, welke keuzes heb ik gehad en wat heeft me dat uiteindelijk gebracht. Nou, ik denk tot dit moment een heel erg mooi vermogen. Um, en ook weer een heel erg leuk uitgangspunt voor de doelen voor de komende jaren. Maar ja, dat is dus mijn doel, mijn idee. Ik ben ook vooral benieuwd naar wat jullie groei is geweest. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Of welk doel heb jij voor de komende jaren. En laat dat vooral ook weten in de reacties onder deze video. Ik vind het niet alleen om, leuk om mijn eigen verhaal te vertellen, jullie te motiveren. Ik vind het juist ook leuk om jullie verhalen te lezen. En laat het ook vooral met iemand anders uh, delen. Met iedereen, zou ik zeggen. Want daar worden we denk ik allemaal beter van. Het is altijd leuk om te zien wat mensen bereiken. En ik denk dat het zeker motiveert om ik zelf. Wat stappen te gaan ondernemen. En dan was dit de ene laatste video van dit jaar. Morgen wederom een nieuwe video. En dat is dan echt de laatste video van 2020. En in die video ga ik eigenlijk terugkijken naar het hele jaar 2020. De eerste video van 2020, die ik maakte, is een video met plannen en doelen die ik heb gehad, in ieder geval voor dit jaar. En in die video wil ik dan ook gaan kijken. In die video van morgen wil ik gaan kijken naar. Wat heb ik aan het begin van het jaar gezegd dat ik wil gaan bereiken en hoe ik dat wil gaan bereiken? En wat heb ik daar uiteindelijk in die laatste twaalf maanden van ja, kunnen bereiken? Of wat, wat heb ik geleerd? Allemaal dat soort dingen. Echt een terugblik op misschien op mezelf als persoon. Dus onder andere mijn vermogen, maar zeker ook dit kanaal. Welke plannen had ik? Welke ontwikkeling wilde ik doormaken? Welke doelen had ik? En heb ik ze dus ook bereikt? Dus ik hoop zeker ook dat ik jou morgen bij die video terug zal zien. In de echt laatste video van 2020. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef zeker even dat duimpje omhoog zodat ik weet welke onderwerpen, welke video's jullie leuk vinden dat ik meer van dit soort video's kan maken. Maar je helpt ook zeker het YouTube kanaal. Want als jij een duimpje omhoog geeft, wordt deze video juist aan andere mensen aangeraden. En wil je nou zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen, of passief inkomen. Klik even onder deze video op abonneren. Klik eventueel op het bel-icoontje als je weer een melding wilt ontvangen, als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video, de video van morgen dus, weer te zien.